Hoi en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering van Een Rijker Leven. Mijn naam is Rogier en in deze video een update over Bitcoin, Ethereum, Cardano, VeChain, Litecoin en Solana. Zes stuks dus. En ik wil beginnen met de maandelijkse chart van Bitcoin. Want er is wel wat interessants aan de hand. En uh, waar ik even focus op wil leggen, dit is de uh, Bitcoin Logarithmic Rainbow Chart. Deze heb ik vaker laten zien in mijn video's. En je kunt hier heel duidelijk zeg maar, de boeren zien in 2013, 2017, en nu de boeren waar we nu in zitten sinds 2020. Deze groene lijn, daar was Bitcoin mee bezig. Dat zie je ook hier. Ja, de hele tijd is die groene lijn weerstand geweest. Maar wat is er gebeurd afgelopen week? Bitcoin is door de lijn heen gebroken. En dat viel mij op. En uh, tevens kun je zien dat, zeker naar het verleden toe, nogmaals, natuurlijk, behaalde eh, resultaten uit het verleden, we kennen het allemaal. Maar iedere keer als deze groene lijn doorbroken werd, dan kwam ook toch echt wel die enorme candle op de monthly. Dat zie je hier ook. Bitcoin brak in 2017 door en eigenlijk hier in drie maanden tijd werd de all-time high neergezet voordat er per markt ingegaan werd. En nu zien we dat, en dat zien we hier ook, eerste poging niet gelukt. Dat zien we hier ook, eerste poging niet gelukt. Hier zien we ook eerst de poging toen de maand daarna teruggezakt net onder de lijn en uiteindelijk is de finale rund gekomen. De vraag is dus nu, waar ik in ieder geval erg benieuwd naar ben, is dit dan de doorbraak op de monthly chart? Wat zou kunnen betekenen dat nu bitcoin naar die 100.000 en misschien wel de bovenkant van deze lijn en de bovenkant van deze lijn zo rond 1 februari... Staat gelijk aan zo'n 150.000 dollar. Maar als het nog iets langer zou duren, als stel je voor dat het in juni zou zijn, is de bovenkant van de lijn 177.000 dollar voor één bitcoin. Dat wil niet zeggen, natuurlijk is het altijd mogelijk om door deze lijn heen te breken, dat die prijs nog hoger zou kunnen komen. Dat is in ieder geval iets wat ik aan jullie wilde laten zien. We gaan even, ook even kijken nu naar de weekly chart. En op de weekly chart van Bitcoin zien we ook keurig dat Bitcoin netjes boven de bull market support band zit. En dat is ook iets wat we natuurlijk zo willen houden. Ook die 51.000 dollar, waar Bitcoin heel lang moeite mee heeft gehad. Hè? Als je kijkt hoe lang Bitcoin daaronder is geweest, van mei uh, tot in ieder geval oktober. Dat is echt een periode van vijf maanden. En nu is Bitcoin daar doorheen gebroken, wat ongelooflijk bullish is. Ook is het level van de 57.000 dollar, hè? want Bitcoin is afgelopen nacht... ...op uh, ruim 54.600 dollar gesloten. Prachtig niveau. En wat, wat nog meer belangrijk is om te melden... ...is als we kijken even naar de Fibonacci Retracement... ...want die 57.000 is ook een belangrijk level. Dat is alweer het volgende level van resistance... ...waar Bitcoin nu vandaag de dag doorheen aan het breken is. Ongelooflijk bullish nieuws. Gaat het stand houden? Want als het volume veel te laag is... ...dan zal je zien dat Bitcoin eerder... Misschien onze rollen en een retest gaat doen op de 51.000 dollar. Voordat er weer een nieuwe, een volgende high wordt neergezet. Dat is nog wel even de vraag of dat deze week genoeg gaat zijn. Op dit moment ziet het er in ieder geval wel naar uit. Dan zal ik zo even inzoomen op de kleinere tijdlijnen. Ziet het er gewoon niet slecht uit voor Bitcoin. Het zou kunnen betekenen dat we deze week zomaar eens richting die all time high gaan. Als we dan even kijken op de daily chart van Bitcoin, dan zien we eigenlijk ook dat Bitcoin op 10 oktober een retest heeft gehad op de 51.000 dollar level. En dat is dus keurig netjes op de VIP level waar hij dus een retest heeft gedaan. Ik heb ook al in andere video's aangegeven dat op het moment dat er bijvoorbeeld de laatste high van deze trend, als we die even naar beneden trekken tot deze bodem. Dan kan je ook eigenlijk heel goed zien dat hij het level van de hè, rond de 51.000 keurig netjes ook heeft aangetikt. En dit zijn altijd best wel mooie entry points. Als je denkt, nou, ik zou best wel willen instappen, weer voor een stukje. Dan kijk ik zelf altijd, wat is de punt 618? Of zelfs de punt 5. Die zit op 48.655. Als we naar dit level kijken. Als er een retest zou plaatsvinden, zijn dit levels wat uh, in ieder geval zou kunnen. Dat Bitcoin gaat aantikken voordat er weer nieuwe highs worden neergezet. Nou, denk ik zelf niet dat die snel terugzakt naar 48.000 dollar. Maar boven de 51 dollar gaat blijven voorlopig. En er komt aanstaande zaterdag een uitgebreide video over hoe ik dit soort orders plaats bij Bidfavo. Hoe ik limietorders plaats om ja, dit soort mooie koopjes mee te pakken als ik uh, mijn positie in crypto wil uh, uitbreiden mocht je trouwens alvast een account aan willen maken op Bitvavo, vind je hieronder in de gepinde comment een link waar je gelijk kunt registreren en over de eerste 1000 euro dat je gaat handelen in ieder geval geen transactiekosten betaalt. Dus dat is interessant. Verder op de daily ziet de structuur er gewoon heel erg goed uit. Bij Ethereum blijf ik even bij de chart die ik vorige week heb getekend, vorige week maandag, om even te zien waar wat Ethereum nu aan het doen is op basis van de trendlijnen die ik toen getekend heb. Je ziet in ieder geval dat Ethereum uh, nog steeds netjes uh, op het, uh, de, de 0,618 Fibonacci Retracement daarboven zit. En eigenlijk zo is een weg aan het vervolgen is om door de 0,786 te gaan. Dat is zo'n 3790 dollar. Ja, en Cardano dan? Eigenlijk kun je zien en kan je stellen dat vanaf uh, 19 september er echt een gigantische symmetrische driehoek aan het vormen is. Dat zie je hier, die lijnen die ik hier getekend heb. En als we dan kijken naar het moment. Dat uh, Cardano, en je ziet dat hier wel echt al een aantal keren de bovenkant behoorlijk uh, getest is. Dus stel dat Cardano hier de bodem op zoekt, een retest krijgt, om vervolgens ergens in de komende dagen of in de komende week uit te breken hier. Dan zouden we kunnen spreken dat de breakout target zomaar eens, stel dat het hier gebeurt, ...dat Cardano weer richting de 2,60 dollar gaat... ...en daarmee richting de 0,618 Fibonacci Retracement Level gaat. En dat zou heel erg gezond zijn. Want als ik nu even de Exponential Moving Average erbij pak... ...dan zie je in ieder geval op de daily dat um, Cardano op dit moment... ...onder de 20 Exponential Moving Average zit en onder die van de 50. En dat is niet super bullish. Want Bitcoin en Ethereum zitten daar wel ruim boven... En de lichtblauwe dat is de 100 dagen exponential moving average. En de donkerblauwe is de 200 dagen exponential moving average. Dus hier is echt nog wel wat te doen voor Ada. Die uh, lijkt op dit moment zwakker dan Bitcoin. Het is wel zo dat veel al in deze Space als bitcoin nieuwe highs neer gaat zetten of hard gaat groeien. Dat altcoins dan daar ietsje, la ietsje langzamer achteraan leggen, maar zeker nog wel die boost gaan krijgen. En ik blijf zelf uh, ook echt bullish uh, over Cardano. Onlangs was uh, natuurlijk ook het, de Cardano Summit. En heel kort samenvat, mijn afdronk daarvan was dat uh, Charles die zei: Wij zijn richting ready met ons hele netwerk, onze hele infrastructuur, ons platform is klaar. En nu is het ook zo dat natuurlijk de, de mensen die volgens allerlei gedecentraliseerde applicaties gaan bouwen op het netwerk van Cardano, wat uiteindelijk ook de waarde van Cardano verder gaat laten toenemen. Ja, maar hij maakte daar zelf de vergelijking met bijvoorbeeld de Apple Store. Dat zijn natuurlijk, hè, Apple heeft een iPhone uitgebracht... maar het zijn natuurlijk al die apps die ook de iPhone zo ongelooflijk waardevol maken. En dat in de komende jaren voor ons natuurlijk ook dat soort... verdere ontwikkelingen en vernieuwingen op het Cardano-netwerk uh, gaan plaatsvinden. Uh, hartstikke interessant natuurlijk. Dus Cardano, ja, um, wat uh, zou ik zelf doen? Ik, uh, nogmaals, ik blijf met mijn EDA gewoon zitten... Ondertussen vang ik uh, mijn staking rewards elke week. Uh, mijn EDA staat op Bitvavo, maar je kunt uh, over diverse plekken steken. Op Binance krijg je ook goede vergoedingen. Qcoin kan je gebruiken voor steken. Ik doe het gewoon bij, uh, bij Bitvavo. Zal ik ook uh, zaterdag in mijn video even meenemen. En ja, zolang EDA uh, in dit patroon blijft... Nogmaals, ik heb wel dezelfde verwachting dat dat dus bullish gaat uitbreken uiteindelijk. En, en ja, gewoon langzaamaan de klim verder omhoog zal zetten... Naar mijn target eind van het jaar. Uh, wat ik uh, niet lang geleden, natuurlijk, heb gezegd: van 5,5 euro. Maar dit is de dollarchart. Dus hier staat even mijn markt niet. Maar dat zal in ieder geval dus boven de, uh, de, boven de 6 dollar moeten zijn. Uh, dus dat is uh, in ieder geval iets onder de 7 dollar. Dus er is nog genoeg ruimte voor groei. En uh, tot zover even de update over EDA. Ja, en hoe staat dan een week later VeChain er eigenlijk bij? Vorige week dit patroon getekend en wat je nu kunt zien is dat de double bottom had het vorige week over gehad en je ziet nu eigenlijk dat Fibonacci daar uitgebroken is en op dit moment wel nog wat aan het zoeken is om te kijken of er werkelijk wel support gevonden kan worden op deze trendlijn en dus ook op dit Fibonacci retracement level de 0.236. Op dit moment in ieder geval houdt het nog steeds stand ook op de daily deze candle. Er zitten nog aardig wat uurtjes in deze dag. Dus het zou mooi zijn als natuurlijk v hier gewoon support gaat vinden op deze lijn. Een nieuw patroon gaat neerzetten om uiteindelijk langzaamaan in de komende periode een leveltje omhoog te gaan. Want het breakout target van in ieder geval dit patroon, dat zit voor v toch zeker op 16 dollar cent. En daar heeft v nog wel even een weg te gaan. Vanaf het moment waar v nu staat, moet je toch rekening houden dat er nog zeker zo'n ruime 40% bij kan komen. Om dit target uh, hier te gaan halen. Dus uh, ook voor V-chain de komende maand, uh, denk ik interessante tijden en uh, mooie potentiële gains uh, ook daar te behalen. Is dit dan nog een mooi entry point? Ik zou kunnen overwegen om op dit punt um, potentieel bij te kopen. Als, en dat zou ik wel graag willen zien, in ieder geval chain niet vervalt weer terug in dit patroon om natuurlijk bijvoorbeeld weer de bodem op te gaan zoeken. Om uiteindelijk via een aantal bounces waarschijnlijk of potentieel dus weer hieruit te gaan breken. Dat is geen financieel advies uiteraard. Doe zeker je eigen research daarnaar. Maar dit zijn wel lage levels vind ik. Waar ja potentieel een mooi entry point in zou kunnen zitten. Ja dan pak ik nog even Litecoin erbij. Een tijdje geleden had ik een video over Litecoin gemaakt. En eigenlijk wat je kunt zien met Litecoin is dat de afgelopen periode. En dat is echt al echt een lange tijd hoor. Als ik even een, een lijn trek. Dan zit uh, Litecoin al 144 dagen. Uh, schommelt Litecoin een beetje zo tussen de 191 dollar en de 140 dollar. En dit patroon hebben we natuurlijk bij Bitcoin ook een tijd gezien. Maar dan was de vraag: gaan we boven de 41.000 dollar of gaan we uiteindelijk uh, onder de 30.000 dollar blijven? En Litecoin, wat uh, ja, veel al toch een beetje de gedoodverfde. Of als, als Bitcoin goud is, dan werd er als gezegd, dan is Litecoin zilver. Want Litecoin heeft ook proof of work. Alleen hij kan meer transacties aan uh, en heeft sneller een blok klaar en is daarmee veel goedkopere transactiekosten. Dus daarmee zou Litecoin echt potentieel echt een ongelooflijke gouden currency kunnen zijn. Maar ik zie dat totaal niet terug in de koers. En ja, natuurlijk is er een hartstikke mooie stijging geweest. Maar vervolgens uh, zie je dat Litecoin weer terug is uh, in, dit, uh, in deze range. Um, ja, we kunnen ook nog even kijken naar wat zegt de Fibonacci Retracement over welke levels zouden we, kunnen Verwachten dan wel weerstand of waar zitten we nu eigenlijk? Eigenlijk, net als VeChain uh, zien we dat het net boven de punt 236 uh, uit is gekomen, maar nog wel een weg te gaan heeft om gewoon in het level van die punt 618 en die, die punt 5. Dit is wel waar je wil zitten eigenlijk op dit moment. Zeker als je kijkt naar ook naar de prijs van uh, van Bitcoin, en daar ja, daar is Litecoin nog lang niet. En ook zie je dat sinds de enorme correctie dat Litecoin nog niet gelukt is om vast te houden. Om boven dit prijslevel uh, van zo'n 191 dollar uit te komen. Dus dat is echt wel iets wat, je, wat ik zou willen zien. Dat Litecoin support gaat vinden op de 222 dollar. Om uiteindelijk nieuwe highs neer te zetten. Ja, en natuurlijk boven de 400 dollar wordt het gewoon weer heel erg spannend. Ik zal eerlijk zijn dat als Litecoin het voor elkaar krijgt om weer richting die 400 dollar te gaan. Dat dat voor mij een, een moment is dat ik uh, ja, mijn positie in Litecoin ga afbouwen en uh, dat geld later ga investeren in, uh, in Bitcoin. Ik uh, begin zelf wat minder enthousiast van Litecoin te worden, moet ik zeggen. Dus de chart ziet er echt helemaal niet zo heel spannend uit, ook uh, zoals jullie hier zien. Het is uh, vrijwel sideways movement, terwijl er van alles natuurlijk in de markt aan het gebeuren is. Uh, maar je zou ook kunnen zeggen, ja, maar hij is wel redelijk stabiel al een langere periode van tijd. Ja, dat is uh, in ieder geval ook waar. Tot slot dan nog even Solana op de daily chart. Eigenlijk wel interessant wat hier gebeurd is, hè? want enorme stijging, echt enorme stijging. En ook gigantisch veel volume zie je hier. En vervolgens, wat zie je dan? Ja, er wordt enorm verkocht. Dus heel veel mensen die hier uh, een hoop geld verdiend hebben, die verkopen. En eigenlijk vind ik dat de prijs, in hoeverre die gecorrigeerd is terug naar beneden, nog heel erg meevallen. Je had best lagere prijzen kunnen zien. Want als we even kijken van de, de top hier naar uiteindelijk de start van die enorme runnen... van waar moet, wat voor soort prijzen moet je dan, uh, moet je dan denken? Uh, ik zal hem even trouwens ietsje groter tekenen, dat we hem even over, de, uh, over dit uh, hierheen leggen. Dan kunnen we dat beter zien. Dan zie je dat uh, die punt 5, uh, hartstikke mooi entry point hier... Voor degene die die gepakt hebben met een limit order, dat is hartstikke mooi. Uh, en uiteindelijk de, de punt 618, daar zit nu boven. We zien nu dat Solana in ieder geval hier aan het knokken is om te kijken of hij dat kan behouden. Maar ja, het volume is laag. We zien ook dat de relative strength index dat die aan het dalen is op de daily. die staat nu eigenlijk best wel laag, zo rond de 46. waarmee er voldoende ruimte ook weer is. Uh, voor Solana om zo meteen weer een volgende run te maken. Uh, want uh, ja, mijn prijstarget uh, voor uh, dit jaar, als ik gewoon kijk naar deze chart, dan zou dat zo'n 335 dollar zeker wel mogelijk moeten zijn. Uh, en wat voor, wat voor stijging praten we dan nog uh, bij benadering? Ja, dan zit je toch nog aan zo'n 135 procent. En garanties hebben we natuurlijk niet, maar dat is wel waar ik zelf een beetje op uh, mik. Als Solana dus weer die kant op gaat, en dan moeten we ook even goed in de gaten houden wat er hier met de Relative Strength Index gebeurt op de daily. Het moment dat je hier ziet dat die richting die 90 gaat, ja, dan, gaat, dan is het eigenlijk te weer behoorlijk overhit. En dan is het verstandig om bijvoorbeeld een stukje winst te gaan nemen als je dan in de plus staat. Een slimme strategie, zeker met altcoins, en dat zijn eigenlijk alle coins behalve Bitcoin. Uh, maar goed, Ethereum zou je kunnen zeggen dat je die bijvoorbeeld langer vast zou willen houden, want ik ben in ieder geval ook heel erg gehecht aan Ethereum, die verkoop ik niet zo snel. Maar het is helemaal niet raar als je denkt van, van wanneer moet ik nou winst gaan nemen? Als jij een coin hebt waarmee je 100% pakt, je hebt 100%, je hebt verdubbeld om je inleg eruit te halen, zodat je winst laat staan en die verder laat groeien en ook op een gegeven moment dat weer gaat afromen. Zo kun je in ieder geval altijd een stukje winst nemen. Want als je nooit verkoopt, dan heb je natuurlijk ook nooit echt winst verzilver je niet, et cetera, et cetera. En als er dan weer een correctie komt, dan ben je ook mogelijk je winsten weer kwijt. En als we één ding hebben gezien, dat we ook zien van de top, bijvoorbeeld van Solana naar beneden, dat is 46% correctie krijg je om je oren. En dan moet dus de prijs weer 100% stijgen om weer op dat oude niveau te komen. Dus zo begrijp je dat het altijd goed is om te blijven kijken naar altcoins, bewegingen en af en toe zo'n beweging mee te kunnen pakken in de markt. Dus volg, blijf ook zeker mijn channel volgen, want ik zal deze coins... Zeker ook de komende periode ook echt wel even wekelijks meenemen. In de update om te laten zien waar we staan. En wat ik ook zelf uh, aan het doen ben. Dus voor Solana is het nu voor mij in ieder geval gewoon even afwachten. Wat er in de komende weken gaat gebeuren. Waarbij ik echt wel uh, ga verwachten dat deze all-time high als bitcoin ook zo doorgaat. Zeker in de, misschien wel deze maand al uh, in oktober. Het, ik bedoel, er zitten nog genoeg dagen in oktober. Uh, dat deze high verbroken gaat worden. En daarmee komen we aan het eind uh, van deze video. Spannende tijden voor Bitcoin. Lange tijd leek het ook redelijk onzeker. Van, is nou die bullmarkt voorbij? Uh, zitten we in die bearmarkt? Nou ja, het is in ieder geval nu duidelijk dat we van 30.000 dollar inmiddels al richting die 60.000 dollar gaan. Dat is toch een hartstikke mooie verdubbeling. Dus mensen die laag ingestapt zijn of bijgekocht hebben, bij de dip, bij de dip wordt vaak gezegd. Ja. En als je dan de dip bijkoopt en er komt nog een keer een dip overheen, nog een keer een dip overheen. Dat kennen we dat gevoel, dan baal je natuurlijk ongelooflijk. Maar als dan nu. De prijs weer zo mooi aan het stijgen is. Dan zie je dat het ook het dollar-cost-averaging-principe hartstikke slim is om toe te passen. Een vaste, een vaste, hè, een periodieke aankoop van beleggingen. doe ik zelf ook. Ik koop elke maand bij. Ongeacht wat de koers op dat moment doet. Op zo'n manier hoef ik ook niet altijd na te denken over: ja, staat het nou heel hoog of staat het nou heel laag? Elke maand koop je bij, waardoor gemiddeld de koers lager is. En natuurlijk kun je altijd kijken met een stukje cash reserve. Uh, en dan houden we zeker zo'n 10-20% bijvoorbeeld aan, wat een mooie uh, marge geeft om ook bij te kopen als er een correctie komt. Um, en altijd natuurlijk beleggen met geld dat je kunt missen. Ga niet beleggen met geld dat je niet kunt missen, want als er dan een enorme correctie komt en je hebt dat geld nodig, dan, ja, dan help je jezelf daar natuurlijk niet mee. Dus deze week, weer een hele spannende week, want die 57.000 dollar voor Bitcoin, daar is Bitcoin nu doorheen. De vraag is, houdt het stand? Gaan het deze week blijven volgen. Dus volg mij ook trouwens op Instagram. En volg mij ook op Twitter als je dat nog niet doet. Uh, er komen zeker regelmatig updates voorbij. om de koersontwikkeling in de gaten te houden. en andere updates te krijgen over interessante bewegingen. En natuurlijk, dankjewel voor het kijken. Ik wens je nog een hele fijne avond. of een hele fijne dag. mocht je deze. Uh, de dag na de release uh, pas kijken. En dan zie ik je heel graag weer in de volgende video. En tot ziens.